Het transgenderkoppel Louisa en Rosanna wil graag een kindje, maar dat blijkt voor Louisa allemaal best wel ingewikkeld. Zou je kunnen kiezen of dat een jongen of een meisje wordt? Schade, het is geen van ik wil een pony met witte vlekken. Stel dat het een meisje is, ik hoef geen roze slaapkamer voor het kind, hè? Het wordt een slaapkamer voor een hermafrodiet. Hoe noem je dat? Een uni. Unisaf, ja. Nou, van een desbetreffende donor wil ik zaad. En dat moeten we dan op een gegeven moment, op het moment dat jij vruchtbaar bent, inbrengen. Dan kunnen we daar een zwangerschap mee tot stand brengen. Maar is er ook zigeunerzaad dan? Weet ik niet. Maar als je dan dus een zaad hebt van Denemarken, praat dat kind dan ook Denemarken? Nee. Oh. Grapje. Oh, dit kan niet waar zijn. Dat is een act. Jawel, kom op Linda, zeg het. Het is een act. Nee, ik ben bang dat het echt is. Oh, en als nog hoop hier. Ja, nou ja, nou of niet. Nee. Als er een kindje wordt. Bij welke techniek wordt een eicel buiten de baarmoeder bevrucht en daarna teruggezet in de baarmoeder? Bij kunstmatige inseminatie, bij intrauterine inseminatie of bij in vitro fertilisatie? Succes! Patricia en Wietse denken dat het kunstmatige inseminatie is. Ja, ik zie dat Mattie iets anders heeft. En die zal het wel weten nu natuurlijk, hoe dat werkt. Kinderen, dingen. Het is gewoon op de natuurlijke manier gegaan bij jou, toch? Of ja. Niet? Ja, zonder hulp van buitenaf, zeg ja. maar. En toch heb jij het goed, want het is IVF, in vitro fertilisatie. Ja, het gaat erom dat het buiten de baarmoeder bevrucht wordt. Bij kunstmatige inseminatie wordt tijdens de vruchtbare periode van de vrouw het zaad van de man in de baarmoedermond geïnjecteerd. Dus gewoon binnen het lichaam. En bij intrauterine inseminatie wordt opgewerkt zaad direct in de baarmoederholte geïnjecteerd. Goh. En als je je afvraagt, wat is opgewerkt zaad? Want dat kan ik me voorstellen, Wietse, dat je dat wil weten. Ja, ik hè? Ook. Dat is een jij Denemark. Ook, Patrice? Ja. Dan zijn alle slechte en dode zaadcellen eruit gefilterd, vocht eruit en alleen die goede jongens blijven dan over. Zo. Snap je? Maar het goede antwoord is dus antwoord C. En Mattie krijgt 2 punten erbij.